Mevrouw van Cote Aarsen. Voorzitter, ik vind dat de minister wel heel snel voorbij gaat aan de andere hulpverleners, zoals de politie en de BOA's. Bijvoorbeeld, die zijn toch als eerste vaak ter plaatse bij een melding. Ze moeten reanimeren. Ze zijn in nauw contact met de mensen die zij waarvoor zij worden opgeroepen. Ik heb ook die groepen gehoord, ook vanochtend op de radio, dat er wordt gezegd, ja, wij ontbreken volledig in het vaccinatieprogramma, in die vaccinatiestrategie. En dat is heel raar, want het is natuurlijk een ontzettend vitaal beroep, onze hulpverleners. Zonder hen, zouden we nergens zijn. Dat is de minister wel met mij eens, hoop ik. Dus begrijpelijk dat de minister zegt, moeten we keuzes maken. Maar waarom is dan dus niet de keuze gemaakt om deze hulpverleners in dat vaccinatieprogramma in te bedden? Ja, dan moet u ook een keuze maken, wie dan niet? Okay. Even terug naar de strategie. De strategie die de Gezondheidsraad heeft aangereikt zijn er eigenlijk drie. De eerste strategie is de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor hen zorgen. Dat is de strategie die we gekozen hebben. In heel Europa wordt die strategie gekozen. We hebben er eigenlijk één, je kunt zeggen een zijstap, maar eigenlijk is het niet eens een zijstap. Want in lijn daarmee, volgens mij, is de keuze geweest om de medewerkers uit acute zorg daaraan toe te voegen. Maar dat weet mevrouw van Cote Aarsen, volgens mij het advies. Ja. Dus de vraag vraagt, moet concreet zijn. Waarom dan niet? Ja. Hè? Dat is de vraag waarom dan niet. Omdat je dan eigenlijk moet zeggen, we hadden de strategie om de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor hen zorgen te doen. Maar we gaan dat toch niet doen, want de BOA's. En ik denk dat het heel verstandig is als we bij ieder appel vanuit de samenleving van deze beroepsgroep, om daar telkens altijd bij te denken. Maar wie dan niet? Dus dat is de eerste. En tweede, mensen moeten niet hun eigen de meerwaarde die de sector heeft ontlenen aan de plek die men heeft in de vaccinatiestrategie. Alle beroepen die u noemt vinden wij natuurlijk hartstikke belangrijke beroepen. Zeer cruciale processen, absoluut. Daar wil ik helemaal niet aan afdoen. Het punt is alleen dat de vaccinatiestrategie erop gericht is om sterfte en ziekte door COVID te voorkomen. Ja, en daar heeft het vaccineren van BOA's niet zo gek veel aan toe te voegen. Dus dat is gewoon de reden. Of je moet een andere strategie kiezen. Je moet zeggen, maar het gaat mij eigenlijk niet zo heel erg om het voorkomen van ziekte en sterfte door COVID. Maar dat vindt u denk ik ook niet. Dat vindt volgens mij niemand. Dus zolang we vinden met elkaar dat het voorkomen van ziekte en sterfte door COVID de belangrijkste ratio is, is het inderdaad niet zo logisch om te kiezen voor BOA's of politie of anderen. Tot slot, want ik denk niet dat jullie tot elkaar zullen komen. Nee, dat vrees ik ook niet. Dat vrees ik ook dat dat het geval is. Voorzitter, ik wil wel even heel helder weten, hoe is die communicatie nou met die bonden? Want ik hoor de voorzitters van die bonden zorgen uiten van wij zijn niet meegenomen in die vaccinatiestrategie. En er staat niets in de Kamerbrief en wij weten eigenlijk niks. Dus hoe is die communicatie nou verlopen? Nou, niet via mij. Ik heb niet met de politiebonden gesproken over de vaccinatiestrategie. Dat lijkt me ook niet zo'n logische keuze. Ja, mevrouw van Cote Aarsen, tot slot. Voorzitter, maar het is toch heel raar dat daar niet over gecommuniceerd wordt? Het is een vitale beroepsgroep. Ze worden als eerste gebeld. Bij meldingen moeten ze reanimeren. Staan ze mensen heel in nauw contact met mensen? Dan is het toch heel raar dat als die in de frontlinie staan, ook op die manier bij meldingen. En dat is toch heel gek dat daar niet over gecommuniceerd wordt. Ja, er wordt over meer dingen niet gecommuniceerd, maar dit is toch heel gek. Kan de minister toezeggen dat daar beter over gecommuniceerd gaat worden? Kijk, er wordt veel gesproken met politiebonden, met de BOA-bond, et cetera. Maar dat is natuurlijk gewoon het gesprek wat collega Grapperhaus heeft met de bonden. Maar hier is uw vraag, is het logisch om de vaccinatiestrategie met hen af te stemmen? Nou, dat is niet zo logisch, omdat die vaccinatiestrategie erop gericht is om sterfte en ziekte door COVID te voorkomen. Dus dan is dat niet zo logisch. Overigens, ik heb geen gebrek aan partners met wie ik om tafel moet zitten om een stap te kunnen zetten rondom vaccinatie. Ik geloof dat ik ook wel genoeg overleg heb, zo. Dus ik zat ook niet verlegen om nog een club om de vaccinatiestrategie mee af te stemmen. Goed, dan ga ik naar de heer Segers. En ik snap als de minister zegt, als je prioritering wil, dan moet je ook zeggen wie achteraan moet. Hè? Dus ik snap dat antwoord, zeg ik al bij voorbaat. Maar ik heb gevraagd over dak- en thuislozen, of die kunnen worden meegenomen met de GGZ-cliënten. Dat ze wel ergens belegd worden, dat ze wel ergens een plek krijgen. Ik weet niet of dat antwoord al is gegeven.
Ik heb het in ieder geval niet gehoord. Ik kom er even op terug in tweede termijn. Of hij moet in mijn setje zitten zometeen. Maar ik meen dat ze onderdeel zijn van die groep. Ja. Maar ik kom daar even op terug. Ja. Gaat er verder. Dan, een plicht tot vaccinatie. Er was een debat en ik heb daar eigenlijk niet zo gek veel aan toe te voegen. Dus dat ga ik dan ook niet doen. Maar de plicht tot vaccinatie, daar kiest het kabinet niet voor. De heer Van Hagen heeft er vragen over gesteld. De heer Azarkan heeft er ook vragen over gesteld. En toen was er een interruptiedebatje tussen de heer Azarkan en de heer Segers. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om heel precies te zijn in wat we nou wel en wat we nou niet vragen. Er zijn twee adviesaanvragen geweest naar de Commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad. De eerste vraag die gaat over testen. En daar komt u inderdaad in tegen dat coronapaspoort. Dat heeft te maken met gewoon de ideeën die daarover zijn. En overigens in het kader van je voorbereiden op een besluit wat je mogelijk gaat nemen. De IT daarvoor die wordt al ontwikkeld, terwijl we daar nog helemaal geen besluit over hebben genomen. Omdat het inderdaad een hele interessante toevoeging zou kunnen zijn op het moment dat we straks testbeleid hebben waarbij we heel erg op toegangstesten in willen zetten. Dat beleid hebben we en daar zetten we volop stappen in. Dan zou het op een zeker moment zo moeten kunnen zijn dat je op je telefoon ook kunt laten zien. Ik ben met deze test getest geweest in de afgelopen 48 uur, 72 uur, etc. Maar dat is allemaal niet waar het hier over gaat. De aanvraag waar het hier over gaat, dat is de aanvraag die gericht is op vaccinatie. En in die aanvraag staat, vaccinatie roept nieuwe ethische dilemma's en discussie op. Beleid van de overheid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Daarbij geldt geen vaccinatieplicht, dwang. Ook wil de overheid mensen die zich laten vaccineren niet bevoordelen ten opzichte van mensen die zich niet laten vaccineren. Dat is het kader, gewoon de eerste alinea. En zo gaat die hele aanvraag gaat verder. Wat is het afwegingskader voor de besluitvorming? Welke dilemma's en vragen zijn er? In hoeverre heeft de overheid een rol en een verantwoordelijkheid en een plicht om te voorkomen dat private partijen eisen dat klanten, werknemers, leerlingen gevaccineerd zijn? En bij welke juridische mogelijkheden heeft de overheid hierbij? Kortom, de hele aanvraag is er nou juist op gericht om datgene te doen, om juist niet die verplichting te schetsen. Ook geen indirecte plicht te laten ontstaan omdat private partijen allerlei keuzes maken. Over het paspoort wordt hier helemaal niet gesproken. Het gaat ook helemaal niet over vaccinatie. Het heeft met testen te maken. Dus het is echt een heel ander verhaal. En ik denk, voorzitter, vaccinatie is al een heel moeilijk maatschappelijk debat. En nou juist als wij met elkaar weten dat de vaccinatiegraad ook afhangt van het vertrouwen dat mensen hebben in vaccinatie. En we weten dat een vaccinatieverplichting, dat aanleiding is om juist heel erg beducht te zijn voor vaccinatie en eigenlijk dat weerstand oproept. Weerstand oproept die afbreuk doet aan de vaccinatiebereidheid. Juist dan moeten we denk ik heel precies zijn in wat er wel en wat er niet wordt gevraagd, ook vanuit de Rijksoverheid. Ik ga het ook echt vragen aan de heer Azarkan om daar precies in te zijn. Want anders ondermijnt het de vaccinatiebereidheid. En vaccinatiebereidheid ondermijnen leidt tot het ondermijnen van de vaccinatiegraad. En dat kan gewoon gezondheidsschade hebben. Kortom, heel precies zijn, heel secuur zijn in wat we wel en wat we niet gaan doen. En een vaccinatieplicht gaan we niet doen. Ook niet een beetje, we gaan het gewoon niet doen. Waar we wel over na willen denken is wat nou als een deel van de samenleving wel is gevaccineerd en een deel niet. De heer Dijkhoff zei dat terecht, dat leidt gewoon tot vragen. Welke maatregelen moet je dan wel en niet handhaven op enig moment? Nou, dat is een terechte vraag. Daar komen we voor te staan. Alle landen komen daarvoor te staan. En we zullen die vraag goed gaan beantwoorden nadat we daarover advies hebben ingewonnen. Dan registratie, voorzitter. Er is een vraag gesteld van D66. Gaan eventuele issues met registratie voor vertraging zorgen? Het korte antwoord op die vraag is nee. Er is een heel erg lang antwoord op die vraag ook mogelijk, maar dat zal ik eventjes laten. Er is 50PLUS heeft gevraagd waarom kan er wel bij hepatitis B en niet bij COVID worden geregistreerd. Eigenlijk gaat het bij hepatitis B om een ander soort registratie dan hier bedoeld voor COVID. Het gaat hier om een decentrale registratie bij de bedrijfsarts. De werkgever is ten aanzien van de hepatitis B-vaccinatie verplicht om deze aan medewerkers aan te bieden die aan risico's worden blootgesteld. Dus alleen het aanbieden. Dus dat is de mogelijkheid die er is voor werkgevers in de richting van hun mensen, is een vaccinatie aanbieden. Er is geen wettelijke basis op basis waarvan de werkgever de vaccinatie ook mag registreren. De bedrijfsarts moet wel deze informatie hebben, maar deze informatie mag hij niet delen met de werkgever omdat het hier medische gegevens betreft. Wel moet de werkgever een registratie van blootstelling bijhouden, maar dat is een ander soort registratie van die hepatitis B. Dan, dan heb ik daarmee denk ik ook de registratievragen behandeld, denk ik, voorzitter. Dan nog een aantal andere vragen. Ook die van mevrouw Sazias? Ik denk het wel, ja. Ja? Ik vond zelf eigenlijk van wel, maar daar kan anders over gedacht worden. Goed, mevrouw Sazias.
Voorzitter, ik heb het niet helemaal scherp. Maar volgens mij is het toch zo dat er in ziekenhuizen wel degelijk consequenties verbonden zijn aan het feit dat je niet ingeënt bent met hepatitis B. Dus het gaat me niet zozeer om de vorm van registratie, maar wel dat je zeker wilt weten dat de patiënten dat die veilig zijn. En dat gebeurt zo met hepatitis B, maar dat zou ook zo moeten zijn met corona, de coronavaccinatie. Maar het gaat, kijk, ik denk dat we een verschil moeten maken tussen de bedrijfsarts, die dat weet inderdaad, en die dat ook registreert, en die dat, nou ja, dat is medische informatie namelijk, en de werkgever. Dus volgens mij moeten we daar onderscheid in maken. En daarnaast is er een verschil tussen registratie van blootstelling en registratie van ik ben gevaccineerd tegen. Maar misschien is het goed, voorzitter, want ik wil hier heel precies in zijn in de richting van mevrouw Zazius, dat ik het heel precies voor u uitschrijf. Ja, dat ik hier niet op ga zitten freestylen. Ja, heel graag, voorzitter. Ja. Prima.